En ik wil jullie uitnodigen om een beetje die kant op te lopen. En dan ga ik daar jullie een en ander vertellen over de islam. Een kleine groepje sluit Ahmed de bezoekers vandaag rond. Voor velen is het de eerste keer in de moskee. Dat bevalt goed. Ja, het is wel goed dat je van elkaars cultuur en geloof wat weet. Hè? Ja, vind ik toch wel belangrijk. En ik had me dus vast voorgenomen om eindelijk een keer die moskee te gaan bezoeken. Ik wil het al heel lang, maar het is er gewoon niet van gekomen. Dus nu wel. Ze zijn heel tevreden en ze geven zelf aan dat die vooroordelen worden weggenomen. Dat ze nu in ieder geval meer begrip hebben en dat ze ja, dat wat in het oosten gebeurt een beetje, dat ze daar nu onderscheid in kunnen maken. En dat vinden wij heel fijn. Maar de dag staat niet alleen in het teken van religie. Buiten staan tientallen marktkraampjes met lekker eten. Ja hoor, het smaakt altijd heerlijk. Vers gemaakt. Wat bent u aan het eten? Ik heb een lamazou en mijn moeder heeft een deuner. Een deuner? Ja. Die wordt met gehakt en met kruiden. Wordt in een spits gemaakt en dan wordt in een bouwpukje klaargemaakt. Met de drumroll. De open dag van de Fatih Moskee wordt jaarlijks gehouden en duurt 3 dagen. De organisatie wil laten zien dat de moskee meer is dan alleen een gebedsruimte. Wij willen dit samenleven even iets betekenen. Wij willen samenleven en iets bijdragen. Dus moskee niet alleen, alleen gebedruimte, ook van sociale leven is. Volgend jaar is er weer een open dag. Maar wie in de tussentijd meer wil weten, is volgens de organisatie van harte welkom.